welkom in deze nieuwe technologie video. Ik sta op een andere manier, omdat mijn camera vast op de goede plek staat voor zo'n unboxing. En wat ik vandaag ga unboxen, is een nieuwe Samsung Galaxy S7. Hopelijk is dat een beetje in focus voor jullie. Maar goed, we gaan hem dus vandaag lekker unboxen. Dus laten we beginnen. Oké dan. We zijn dus nu hier, zoals jullie zien. Hij ligt hier. Ik ga hem maar lekker unboxen. En voordat ik hem ga unboxen, ga ik wat over vertellen. Ik heb de Black Onyx, dus ik heb een zwarte. En hier op de achterkant staan allemaal mooie dingen. Hier staat dat hij 4G LTE kan. Dus dat is het netwerk. Dus 4G, wat op zich wel logisch is. Hij heeft een 64-bit 8-processor. Ja, 8 octa-core. Oftewel, er zitten 8 processorkernen in. 4 GB aan RAM. Hij heeft een 5,5-inch Quad HD. Dat is 1440p AMOLED-scherm. En hij heeft een dual-pixel 12-megapixel camera. Wat dat betekent is, hij heeft maar 12-megapixel, maar daar zitten dubbel zoveel pixels in. Dus in principe is het een 28-megapixel camera. Ook is hij waterdicht en kan hij draadloos opgeladen worden. En ik heb de 32 gigabyte variant. Hier zit een sticker. Die moet ik doorsnijden. Als die al was doorgesneden, had ik hem niet aan mogen nemen. Dus daar gaat hij dan. Het is niet alleen met de sticker. Het is ook magnetisch. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Ik zal hem even bij de microfoon houden. Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord, maar het doosje is magnetisch. Wat best wel cool aanvoelt. En hier komt het dan. Ik heb hem zelf behalve in de winkel. Ik heb hem in de winkel natuurlijk gezien, maar ik heb hem nog niet gezien. Tada! Ik ben gewoon bijna bang om hem eruit te halen. Wow. Oké, het ziet er echt super mooi uit. Ik leg die nog even aan de zijkant. Dan gaan we eerst naar de accessoires kijken. Hier zit gewoon een stukje plastic. En hier is een doosje. Wat zit hierin? Ja, wacht. Samsung wil dat ik hem aan de bovenkant openmaak. Want hier zit een lipje. Dit is gebruikershandleiding. En ik denk dat dit het... Ja, dit is de tool om de simkaart en SD-kaartsleuf eruit te halen. Dus dat is wel handig. Die ga ik nodig hebben. Maar die gebruikershandleidingen, nee. Die gooi ik zo meteen gewoon weg. Hier. Nestram adapter. Gewoon met zo'n standaard USB. Het is een heel simpel dingetje. USB aansluiting. Dus van standaard USB naar micro USB. En wat dit is, weet ik niet helemaal. Dit is een USB connector. Dus om van weer naar een micro naar een gewone USB. Het kan zijn dat dit OTG is. Dus dat het on the go is. Dus dat ik dus geen kabel meer nodig heb. En hiermee kun je dus bijvoorbeeld camera's aan je telefoon koppelen en dergelijke. En hier zijn de oortjes. En die zitten niet gewoon in een plasticje. Die zitten helemaal in een doosje. En dit is wel cool. Dit is niet een doosje zo van... zo zit het in de verpakking en dat doosje ga je weggooien. Misschien andere mensen wel. Maar ik niet. Ik ga dit doosje bewaren. Om mijn oortjes in mee te nemen. Hier zijn de oortjes. Gewoon vrij standaard oortjes. Met twee verschillende oordopjes. Net welke je fijner vindt. En natuurlijk gewoon een standaard jack aansluiting. Maar goed. Daar gaat het niet om. Het gaat. Check of er niet nog iets in zit. Nee. Het gaat om die telefoon. Ik zal even kijken. Kunnen jullie hem iets beter zien? Hier is hij dan. Camera. Zoals ik al zei, 12 megapixel. Maar er wel met dubbel zoveel pixels. Flitser en nog een sensor. Knopjes. En nog een knopje.
En dit is dus de Edge. Dit is de S7 Edge. En nu heb ik de eer om het plasticje ervan af te halen. Ik haal hem even uit camerabeeld, zodat jullie het ook kunnen horen. Hopelijk heeft deze wat geluid, maar dit klinkt zo geweldig altijd. Oké, dat was iets minder spectaculair als dat ik dacht. Dat was de achterkant. En dan nu de voorkant nog. Ik weet niet of jullie dat hebben kunnen horen. Met mijn vorige telefoons heeft dat wat koeler geklonken. Maar hier is die dan. Ik ga nu nog niet zo heel veel verder hierop in. Want ik ga nu eerst gewoon een weekje gebruiken. Of ongeveer een week. En dan maak ik over ongeveer een week weer een video. Een review video. Waarin ik dus alles ga uitleggen. Hoe ik hem vind. Hoe die presteert. En dus ja. Verwacht die video. Als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer dan even. Dan mis je er niet. Maar goed. Voor nu. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao.